nieuwe video. Vandaag weer een leuke unboxing. 2 weken geleden volgens mij was de Black Friday. Dus super veel kortingen die hele week was. Er super veel sale overal. Dus ik heb ja, een klein beetje make-up ingeslagen. Dus ik heb hier alle pakketten eindelijk binnen. Want het heeft zo lang geduurd. Ik heb nog niet eens alles binnen, maar ja, whatever. Ik vertel zo wel wat ik nog niet binnen heb, maar het heeft zo lang geduurd. Woe! Want omdat het dus Black Friday was, was het dus echt chaos. Superveel pakketten. PostNL heeft ook volgens mij 1 dag gestaakt of zo. Dus het was chaos. Ik ben blij dat ik nou tenminste alles binnen heb. Bijna alles. Dus ik ga alles laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb echt absurd veel. We gaan gewoon snel beginnen. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Oké, ik heb ook net een andere video gemaakt. Die wordt geplaatst, ik denk, voor deze video. En daar heb ik ook deze make-up look gemaakt. Mocht je die willen zien, bekijk die even. Ik zal hem ook even hierboven linken. Oké, we gaan eerst beginnen. Ik ga eerst even beginnen met iets wat ik soort van niet ga laten zien. Dit is dus allemaal pakketten van Colourpop. Colourpop had dus een actie, geen verzending, wereldwijd geen verzending. Dus ik dacht echt, oh my god, ik wil al zo lang make-up van dit merk hebben. Het is ook zo betaalbaar. Alleen door de verzending, douanekosten, dat soort dingen, is het gewoon te duur om daar te bestellen. Dus ik heb zeker gebruik gemaakt van deze kans. Er komen nog 3 van dit soort pakketten binnen. Ze zijn allemaal los, omdat als je boven de 22 euro gaat per pakket, moet je douane betalen. En dat wilde ik niet. Dus ik heb alles los besteld om dus onder die 22 te blijven. En er was toch geen verzending, dus dat kon gewoon. Deze ga ik nog niet laten zien, want ik ga een video maken over alle Colourpop make-up. En ja, er komen nog 3 pakketten binnen, dus dit ga ik nog een beetje een verrassing houden voor in die video. Mocht je toch Colourpop willen bestellen en vraag je je af wat je dan allemaal extra moet betalen. Je betaalt gewoon de pakketprijs. Je betaalt de verzending. Die is iets van 10 of 15 euro. Je betaalt 13 euro bovenop om het hier te krijgen. Plus je betaalt nog 21% over het gehele bedrag. Dus het kan best wel duur zijn. Maar je kunt in principe bestellen. En ja, maar dan weet je dat. Ik ga gewoon gelijk beginnen met het grootste pakket. Dat is deze. Deze is van Beauty Bay. Beauty Bay had superveel sale. En ik dacht, I need everything. Mensen, ik ben echt altijd zo beïnvloedbaar van sales. Echt niet normaal. Oké, ik ga beginnen. Ik heb hier van BH Cosmetics van de Royal Affair collectie deze lipsticks. Lipglossjes volgens mij zijn dit. Oh nee, liquid lipsticks. Zijn allemaal naturel. En je hebt deze leuke glimmende etui erbij. Super leuk. Was allemaal afgeprijsd. Echt like 50% eraf, mensen. Het was echt super veel afgeprijsd. En I like it. Van die lijn heb ik ook deze glitter set. Dit zijn dus 3 van die losse glitters in het goud, rood en groen. En ook weer zo'n klein schattig etuietje. Deze etuietjes zijn er super mooi. I really like it. Dan heb ik hier van LA Splash een eyeliner. Ik weet niet eens meer dat ik dat heb besteld. Oh, ja, dat klopt. Deze in het geel. Ik vond deze er zo cute uitzien. Hij is zo geel-goud glitterig. Ik dacht echt, dit zou zo mooi kunnen zijn in bepaalde make-up looks. Kijk, dit is dan die kleur. Zo goudgeel. I like it. Dan heb ik hier van BH Cosmetics ook 2 eye toppers. Dus liquid oogschaduwen. En ik heb hem in 2 kleuren. Deze is zilver en deze is een beetje groen-goud. Ik heb ze allebei op mijn handen gedaan. Oh my god, vooral die zilveren. Deze heb ik echt specifiek voor een bepaalde ooglook gekocht die ik wil gaan maken. Super mooi. Oh, ook van BH Cosmetics heb ik een pincet gekocht. Waarom? Ja, daarom. Haar was in de sale en een pincet is altijd handig. Ik heb van The Ordinary, dat is een skincare merk, maar die hebben nou ook een foundation. En deze is echt 5 euro of zo. Super goedkoop. Ik dacht echt, I need this in my life. Helaas kon je maar 1 per persoon kopen, dus ik hoop dat ik een beetje goed heb gegokt met de kleur. Deze ga ik zeker proberen. Oh, mocht je vandaag iets zien waarvan je denkt, dit wil ik graag zien in een video, laat het me weten, want dan maak ik daar een video over. Van Nabla heb ik hier de concealer. Jullie weten, oh, in de kleur Ivory. Ik gebruik ook altijd hun poeder. Die vind ik super fijn, dus ik dacht, ik wil ook wel hun concealer gebruiken. En die was ook in de sale. Hij lijkt op die ene van Tarte. Ik ben heel erg benieuwd hierna. Jeffree Star was ook in de sale. En ik heb nog niks van zijn lijn. Dus ik dacht, ik ga beginnen met mijn allereerste item van hem. Deze liquid lipstick in de kleur Celebrity Skin. Dit is dus echt een kleur die echt veel mensen gebruiken. Dus ik dacht, ja,
Ik ben wel benieuwd, want deze zijn echt super overhyped. Deze lipsticks van hem, ze schijnen heel mooi te zijn. Dit is dan de kleur een hele mooie nude met een beetje een bruinpaarse ondertoon. Heb ik hier weer van BH Cosmetics een glitterlijm die ik altijd gebruik, is van de H&M, maar die is bijna op. Dus ik dacht, ik koop alvast een nieuwe. Van BH Cosmetics ook weer een liquid eyeliner. Volgens mij is deze gewoon zwart. Ja, is gewoon zwart. Gewoon een normale zwarte liquid eyeliner pen. Nog iets van BH Cosmetics. Ja mensen, dit was in de sale dus. Sorry. Een matte finish powder. Ja, ik heb hem dus gekocht in een donkere kleur, omdat ik hem als bronzer wilde gebruiken. Ze hebben ook een bronzer, maar die was uitverkocht. Dus ik heb gewoon deze gekocht om te kijken of ik hem als bronzer kan gebruiken. Ik ben benieuwd. Van BH Cosmetics heb ik ook een blush. Ik heb van Beauty Blender de zwarte Beauty Blender. Hij was 8 euro mensen. Beauty Blenders zijn altijd 20 euro. Nou was die 8 euro. Jullie snappen dan wel dat ik dat niet kan laten gaan. Van Festival Face heb ik deze soort van chunky glitterblaadjes-achtige dingen. En van Wet n Wild een lipstick in ook een nude kleur. Deze waren nou echt afgeprijsd naar like 1 euro of zo. Dit is de kleur Never Nude. Dan van ook BH Cosmetics deze twee paletjes. Het Festival paletje, deze en de Royal Affair paletje. Deze twee heb ik gewoon gekocht omdat ze gewoon 50% waren afgeprijsd. Dit maakte ze iets van 8 euro per stuk of zo. Oh my god, zo goedkoop. I need this. De kleuren zijn super mooi. I need this in my life. Tenminste, ik heb in mijn hoofd besloten dat ik dit nodig heb in mijn life. Als laatste, dit is ook het meest dure volgens mij van Jouer. Dit is een soort van gift set, maar dan gewoon voor mezelf. Deze was nou maar 30 euro. Jouer is een best wel duur merk. Dus dat is super goedkoop. En hier zitten allemaal van die lipsticks in en lipglossjes. Super veel. 30 euro voor zoveel van Jouer. Is super, super goedkoop. Dus ik kon het niet laten gaan. Dan is hij leeg. Dit was dus alles van Beauty Bay. Laat me vooral weten als je iets wilt zien in een video op Instagram of op YouTube. Ik ben van plan om van alle BH make-up ook een video te maken. Dus die komt er ook aan. Oké, het volgende pakketje. Deze is van... Oh, Revolution. Hun hadden op hun website ook een sale. Dus daar heb ik ook handig gebruik van gemaakt. Een handig boekje erbij. Ik bestel altijd direct van hun website. Want die is van Engeland. Dus je hoeft geen invoerdingen te betalen. Je kunt alleen niet betalen met iDeal. Je moet betalen met PayPal. Nou, ik heb dus deze gouden lip toppen van hun. Ik vind deze zo mooi dat ik heb besloten om hem ook te kopen in het zilver. Dus nou heb ik hem in twee kleurtjes. Super leuk. Ik heb ook een liquid lipstick van hun in deze nude kleur. Dit is in de kleur... Oh, dit is van de Revolution Pro lijn. In de kleur Intent. Hij leek mij wel gewoon mooi. Ik heb ook weer hier glitter paste van hun in het zilver. Zoals je kunt zien, ik heb hem al in het goud. En ik vind hem zo fijn, dus ik dacht ik wil hem ook in het zilver. En ik heb hier deze witte pigment van hun. Dit is gewoon losse pigmentpoeder. Super mooi, zo holographic shiny witachtig. En als laatste heb ik van hun een oogschaduwpaletje. Van de Revolution Pro lijn met heel veel kleuren. Volgens mij is het allemaal mat. Ja, het is allemaal mat. Ik hou van heftige kleurrijke looks. Valt niet op. Dus deze wilde ik ook gewoon gaan proberen. Ja, dus dit ga ik allemaal proberen. Dit was het van Revolution. Douglas heb ik ook. Ik heb er twee van Douglas. Waarom heb ik er twee? Omdat ik had besteld en toen besloot dat ik mee wou. That's the reason. Oh ja, wie doet dit ook? Ik heb alles laten inpakken. Ook al is het gewoon voor mezelf. Ik vind dat gewoon leuk. Ik weet zeker dat ik niet de enige ben die dat doet. Het is op zich wel leuk, want omdat ik dus zo lang heb gewacht, ben ik vergeten wat ik allemaal heb besteld. Dus nu is het een soort van verrassing. Oh, ik heb van Estée Lauder deze geweldige tinte dagcreme. Deze is super duur, maar hij was in de sale. Dus ik dacht, ik moet deze hebben. Mensen, dit is echt de beste dagcreme ever. En hij is getint, dus als je daar niet van houdt, is hij niks voor jou. Maar deze, hij maakt zo'n mooie bruine gloed op mijn huid. En op de dagen dat ik geen make-up draag, vind ik het heel mooi om deze op te doen. Omdat ik dan zo'n mooie bruine soort van spray tan gezicht krijg. Deze is echt super fijn als dagcreme. Dan heb ik hier make-up doekjes van de Douglas. Ik heb dus de Douglas adventkalender. En één dag, ik ben al gewoon gelijk begonnen met openmaken. Ik heb niet gewacht tot december. In één vakje was dus zo eentje in het klein. En ik vond deze doekjes zo fijn dat ik dacht... Ik wil er meer van. De Douglas make-up remover doekjes. Betaalbaar en heel erg fijn. Nou, dan de tweede doek. Daar zaten maar twee dingen in. Oh, dit zijn wat dingen van MAC. Ik heb de MAC Fix Plus in Rose. Deze was in de sale. En aangezien ik die altijd opnieuw koop. Ik dacht, ik sla die alvast in. Ook al is die andere nog niet op. Dus dan heb ik deze alvast. En dan hoef ik niet straks weer de volle prijs te betalen. Ik heb hier een mini lip gloss. Van MAC heb je ook heel veel in het mini. En die zijn nog goedkoper. En deze was mini en nog eens in de sale.
En ik heb deze kleur nog nooit getest. Dus ik was wel benieuwd, dus vandaar dat ik hem eerst in het klein heb gekocht voordat ik gelijk de grote koop. En het is in de kleur See Through. Het is dus een hele lichte nude lipstick. En ik was bang dat hij te licht ging zijn. Dus vandaar dat ik ook gewoon eerst de kleine heb gekocht. Ik heb hem hier gedaan. Ik weet niet of je het echt goed kunt zien. Nee, als zich is hij niet te licht. Hij maakt de kleur wel lichter, but I like it. Ja, mooi. En dan een lippotlood van MAC. Welke kleur is dit? Strip Down. Ik heb die nog nooit geprobeerd, maar ik hoor zoveel goede verhaal erover. Dat ik dacht, deze moet ik hebben. Dit is een bruine nude lippotlood. Oh, de kleur is inderdaad heel mooi. Kijk hier. Dit soort kleuren staan altijd heel mooi met mijn huidskleur. En dan het laatste pakketje is van Boozy Shop. Yay! Hun hadden niet per se sale, maar hun hadden wel dat als je bestelt vanaf een bepaald bedrag, dat je een goodie bag krijgt van 35 euro. Dus ik ben benieuwd wat erin zit. Oh, ik denk dat dan dit de goodie bag is. En hier zijn mijn producten. Oké, ik heb hier de nieuwe spons van hun Boozy Shop lijn. Dit is zo'n spons met van die haartjes erop. Zo'n microfiber spons. Nog nooit zoiets gebruikt, dus ik was super benieuwd hierna. Als je hier een video over wilt zien, gewoon een hele complete video over alleen deze spons, laat het me weten, want ik was nog aan het twijfelen of ik dat wilde gaan doen. En dan zit hier de rest in. Mijn wimperlijm is op, dus ik moest weer lijm hebben. Zoals de duo lijm gebruik ik altijd. Favoriete queen, Tarsie wimpers, Jasmine of Jasmine. Deze zijn extreem lang. Deze zijn echt heel erg lang. Je moet echt veel oogoppervlak hebben om deze te kunnen dragen. En dat heb ik, dus ik vind deze echt geweldig. En dan heb ik hier iets wat ik puur en alleen heb gekocht omdat hij zo goedkoop was. Ik ken het niet. Dit is van Physicians Formula. En dit is zo'n zwarte stick waarmee je gezicht kunt schoonmaken. Hij was maar 5 euro nou in plaats iets van 15 euro of zo. Een stuk goedkoper. Nog nooit gebruikt, maar ik wil hem wel gaan proberen. Oké, en dan deze goodie bag. Er staat op Revolution Gift Bag. Dus het zal vast altijd wat make-up zijn van Revolution. Oké, ik heb hier een Revolution Strobing Highlighter Palet. Zo ziet hij eruit met van die drie highlighters. Deze gaat in de winactie. Ik heb hier een Revolution, een andere highlighter, maar dan in het heel groot. Deze kleur is te licht voor mij. Gaat ook in een winactie. Ik heb hier een spons. Ik bedoel een kwast van hun, zo'n ovale kwast. Ook deze gaat in de winactie. En ik heb hier van hun een blush en ook deze gaat in de winactie. Dus deze gaan allemaal in de winactie. Nou mensen, dit was het dan. Dit was mijn Black Friday shoplog / haul. Hoe je het ook wilt noemen. Ik ben super blij met alles van de BH Cosmetics. Komt dus een video. Laat me weten of je hiervan een complete video wilt zien over deze spons. Of dat je gewoon iets hebt van nee, doe maar gewoon gebruiken en laat het ons gewoon weten. Mocht je iets anders willen zien, laat het me gewoon allemaal weten in de comments onder deze video. Ik hoop dat jullie de video weer leuk vonden. En vergeet vooral niet te liken en te abonneren. Nou, dan plaats ik hier alvast twee video's die je ook kunt gaan bekijken in mijn hoofd om makkelijk te kunnen abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!